Een hele goede morgen. Welkom bij deze vlog. Eindelijk, daar is die dan. Een What I Eat in a Day vlog. De meest aangevraagde. En wat een feest. Ik heb ook een paar aanpassingen gemaakt along the way. Afgelopen weken. Daar ga ik je ook in meenemen. Het is As We Speak vrijdag. Ergens 4, 5, 6 april. Ik ga Hulk wegbrengen. Frank, die is momenteel in Amerika. Die is eergisteren is die weggegaan. En normaal gesproken doet hij dit altijd, maar nu ik. En dat is 's ochtends hulp wegbrengen. Voor 9 uur 's ochtends, dus zit hij achter in de auto. Waar ik de dag mee start, sowieso heb ik al een hele bidon heb ik op na het opstaan. Dan doe ik altijd even jointje aankleden, samen even raffotten, make-upje op dat, zeg maar. Dan heb ik de eerste 700 milliliter heb ik al binnen. Dit is mijn tweede bidon. Wat zit daarin? Ondertussen ga ik wel even rijden. Want ik ga om 9 uur, en het is nu as we speak, 20 voor 9, ga ik trainen met Romy. Samen benen trainen. We hebben een totaal ander trainingsschema, maar echt wel soms heel erg fijn. Oh, om gewoon samen te trainen. Met jou elkaar even die laatste herhalingen te helpen. Oh, en dan doe ik altijd net even wat meer als ik weet, hey, er zijn nog een paar ogen in de gym. This is how I work. But, okay, wat zit hier in? Hier zit greens in. Zeker omdat ik nu best wel onder energie natuurlijk niveau leef, is het echt steeds belangrijker. En ook best wel een redelijke periode dat ik gewoon mijn vitamine en mineralen binnenkrijg. Greens is dat een hele fijne voor. Dus het is extra. Ik eet superveel groenten. Maar just to be sure dat ik nogmaals vitamine en mineralen binnenkrijg. Wat zit hier nog meer bij in? Ik tril een beetje wellicht. Hier zit nog meer in creatine. Dat is ook heel grappig. Ik had er gisteren een video overgenomen voor in de coachingsgroep. Dat, weet je, dat soort dingen is wel echt wel belangrijk. Aan de andere kant, als je kijkt van, hé, wat boekt nou echt resultaat en waar heb je nou echt superveel aan? Dan ga ik je wel zeggen, ik heb pas in mijn vorige wedstrijd prep, heb ik echt serieus creatine genomen. En ook echt wel elke dag. En dat, zeg maar, de rest van mijn body heb ik allemaal neergezet zonder creatine. Dus is het een wondermiddel? Supplementen zijn zeker geen wondermiddel. Just the basics. En dat, ik denk dat iedereen zich altijd heel erg focust op supplementen. Ik ook. Ik heb nu een hele waslijst. Zeker. Maar dat is niet de magic. Die wil ik even meegeven. Wat hier nog meer in zit. Glutamine voor bescherming van mijn darmen. En wat zit er nog meer in? Buiten wedstrijdperiode heb ik dat overigens niet. Glutamine. En wat zit hier nog meer in? Electrolyte. Electrolyten. Vochtbalans in mijn lichaam heel erg goed houden. En het heeft gewoon simpelweg een heel lekker smaakje. Oké, dus het is nu 20 voor 9. Niet ideaal. Ik ga zo meteen thuis nog snel eten. Ga ik je meenemen natuurlijk wat ik ontbijt. En dan om 9 uur trainen. Ik heb 's ochtends heb ik geen carbs. Dat doe ik eigenlijk heel bewust. Want die heb ik naar de avond gebracht. Omdat ik daar veel lekkerder op slaap. Zoals nu heb ik mijn carbs van gisteren. Waar ik echt prima nog echt een rocking training op kan voldoen. Dus that's okay. Je hoeft niet altijd voor het trainen je carbs te hebben. Oké. Tot zo in de keuken waar ik mijn ontbijtje ga eten. Jullie, kom. Dit is altijd zijn 4 momenten. 2 keer in de week gaat hij naar het berkje toe. Kom maar, boy. Kom maar. En dan mag hij lekker spelen met zijn vriendjes. Want hoe leuk is het om met 8 vrouwtjes in de wei te staan? Is hij zo gelukkig? And we are home. Oké. Zo ziet mijn ontbijtje eruit. Zo word ik dus 's ochtends wakker. Ik ga je meenemen in een dag hoe mijn leven is. Wat een feest dan. Dit maakt au pair klaar. Oké, wat eet ik? En dit heb ik natuurlijk echt niet mijn hele leven. Oh, nu 3 jaar. I love it. Past het in huis? Neem maar au pair. Oh, dit is fantastisch. Oké, dat is eigenlijk. Waar we mee gaan beginnen. 2 multivitamine. Heb ik hier nog liggen in de ochtend. Always in the morning. Dan heb ik hier mijn ontbijt. Die hoef ik niet uit te leggen. I guess so. Dan heb ik zalm, wilde zalm, echt uit Noorwegen. Die laat ik ook door een kennis die we daar hebben. Of familie van Frank, die woont daar. Laten we die komen naar Nederland toe. Want dit verschil met deze smaak, het is crazy dat verschil.
Bizar. Super vet ook. I love it. Heel veel zout. Wat zit hierin? 150 gram spinazie. 1 heel ei. En dan uit mijn hoofd 300 egg white. Super veel zout. A lot of salt. Ik eet heel veel zout. Ik kan er lekker op trainen. Dan hebben we hier nog even mini what she eat in a day. Eitje. Lekker oat en blauwe bessen. Deze had ik dus altijd in de ochtend. Die heb ik nu dus verplaatst naar mijn avond. Dan heb ik ook nog, degene die me kennen, die moeten nu lachen. Mijn curry. Die weeg ik nu nog niet af. Dat is het enige wat ik eigenlijk nu nog niet afweeg. Al ik zo meteen geen progressie meer boek, dan zijn dat dingen die ik erbij pak. Maar nu is het elke keer dit ongeveer. Heb ik wel ingepland in een 30 gram. Maar nogmaals, dat weeg ik dus niet. Zo. Ah, ik ga lekker genieten van mijn tafels. Okay, and we are in our home gym. Ha, benen op het schema. 8:15. Romy is hier ook aan het trainen. 30 kilo per hand. Oh, 40. Sorry. crazy. Dat doe ik er oprecht niet naar. Oh, ik ga je meenemen in deze training. Ik heb iets wat vaart erin. Want we hebben zo meteen om 10:30. Samen hebben we de bosmethode. Dat is voor onze retreat, vrouwen die meedoen aan het Sunshine Retreat. En dat is een internationale fotoshoot in LA waar we zo van helemaal aan het preppen zijn. Om daar in de beste shape, on fleek, te staan. Zo, oké, ik ga je meenemen. Lekker. Wat je me hier zo meteen ziet doen is dat ik haast een beetje over dit heen krul. Ik heb best wel 2 weken heel erg last van mijn rug gehad. En om mijn rug heel erg te beschermen ga ik op deze houding zitten in plaats van dat ik mijn rug, wat dat betreft, hol trek. Zo, ik ga je meenemen, gezellig. Alrighty, the next, Romanians. Heb ik 4 sets tussen de 15 en de 20 herhalingen, 45 seconden rust. Dus dat is best wel lekker doorrammelen deze training, laat ik het zo zeggen. Hey, wat ik altijd doe als ik mijn dumbbells pak, die haal ik nooit van de grond. Maar die leg ik altijd op hoogte, dat ik ze heel makkelijk kan pakken. Waar zo meteen mijn focus ligt is, hey, natuurlijk de basis, rug, je hele voet op de grond, dus ik wil niet dat die gaat schommelen. Even beneden heel een tikje vasthouden, vanuit daar echt trekken met mijn bil naar voren. Want uiteindelijk wil je niet deze beweging maken, maar wil je alleen maar bil naar achter, bil naar achter, bil naar achter. Dit zou mijn eindpunt zijn, want wil ik verder naar beneden, wat doe ik hier? Precies helemaal, helemaal niks. Dus dat wordt mijn focus voor deze en echt wel rustig uitvoeren. Nogmaals, mijn rug heeft echt 2 weken gruwelijk veel pijn gedaan. En het laatste wat ik wil is dat ik nu daarmee met pijn ga trainen. Vorige training ging heel erg goed benen, dus ik ben nu wel iets, ook al heb ik mijn herhaling niet gehaald. Ik ga wel 1 tikje ga ik hier omhoog. Ik kan altijd along the way kan ik iets wat downsizen. Maar dat is wel echt de beste tip die ik heb voor progressie. Ook al haal je herhalingen niet, 0,5 kilo, 1 kilo wel elke keer gaan toevoegen, mits je techniek al behoorlijk on point is. Zo, ik ga niet langer kletsen. Ik ga mijn dumbbells pakken. Lift here.
Jee, na het trainen. En we hebben net een meeting gehad, een uur lang met de meiden van. Dus het hele toffe retreat wat er aan zit te komen. Mijn tweede maaltijd. Het is nu, as we speak, 12 uur. Wat heb ik op mijn plate? Ik ga even de weegschaal aanzetten. Oké, wat heb ik hier? Ik heb hier een 200-300 gram. Ik zit te denken, cauliflower, bloemkool. Oké. Deze heb ik nog steeds. Muscle meat. Dat is een 200 gram of 100 gram. En dan heb ik hier nog lekker mijn witte rijst. Ik heb alleen maar witte rijst, geen zilvervliesrijst. Want hier gaan mijn darmen gewoon veel fijner op. Oké, dan vervolgens. Doem, pittige cheese. 20 gram gaat er overheen. Dat doe ik zeker op een weegschaal. Want ik weet ook dat ik hier nog wel eens uitschieten mee wil maken. En het zijn vetjes. En 1 gram vet. Kan ik je vertellen. Die tikken hard aan. Dus die doe ik sowieso. Meten is weten. En dan heb ik dus altijd een hele fijne keuze wat ik doe. Of ik doe een currytje of ik doe een ketchupje. Nou, deze ook. Die weeg ik even niet af. Oké. Waar we het net over hebben gehad met de BOS-methode. En BOS-methode is module naar het hele retreat toe. Met een aantal sessies. Wat heb ik gedaan om echt droog te zijn? Echt om fliek daar te staan. Op een podium met wedstrijden, maar natuurlijk ook met fotoshoots. En in dit geval veel al ook fotoshoots. Ik ga je even schoonmaken. Ben ik weer. Qua mindset, qua gedrag, qua voeding, qua trainen. Helemaal neem ik iedereen van A tot Z daarin mee. Wat we net ook hebben gedaan, zijn voedingsschema's per persoon door gaan nemen. Van waar kunnen we nog een verfijning in gaan maken? Want na de volgende Sunshine Retreat, die meiden die hebben nu nog een 8 weken. Dus het gaat nu, is echt wel kort. Wat ik zelf ook doe, zoals dit, zijn gewoon, zeg ik altijd, maximaal 5 ingrediënten per maaltijd. Kijk dan naar een eiwitbron, een koolhydratenbron, een vetbron, wat mijn kaas is, en groente. En dan minimaal echt wel een 150-200 gram groente. En mijn vijfde is dus mijn ketchup om het lekker te maken. Niet meer dan dat, want anders wordt je foutmarge zo groot. Ik zie zo vaak in voedingsschema 10 gram van dit. Een 31 gram van dat, zeg maar. Dus dat is het laatste wat ik zelf zou doen, want dan wordt je foutmarge gewoon heel groot. En ik zie ook echt aan de vrouw die ik begeleid, die gewoon heel clean, heel overzichtelijk eten. Elke dag eigenlijk hetzelfde, dat die zoveel sneller resultaten neerzetten. Dan de vrouwen die heel veel ingrediënten gebruiken. Want wat dat ook fijn is, als Frank nu mijn feedback zou geven van koolhydraten gaan de 20 gram naar beneden. Dan is het alleen maar wat ik hoef aan te passen. Alleen maar mijn rijst in dit geval. Zo easy is dan ook de aanpassing te maken en hup door. Want ik weet nu in 1-op-1, als gewicht echt matters. Van ik boek een 2 weken geen progressie. Oké, dan haal ik iets wat van mijn rijst af. Of ik ga mijn cardio iets wat ophogen. Of ik ga mijn slaap aanpassen. Of ik ga mijn trainingsinhoud ga ik aanpassen. Dus dan ga ik heel erg kijken, mijn herstel, / mijn voeding, / hoe reageert mijn lichaam, wat zie ik op de video, foto's, like that. Dus dat is denk ik een interessante om eens voor je mee te nemen, om je eigen voedingsschema's te bekijken. Van kan ik hier nog andere aanpassingen maken? Ik ga het zo meteen ook nog hebben over mijn appeltaartje, die is weer terug. En waarom die terug is, daar ga ik je ook in meenemen. Maar heel lekker. Hij staat hier al. Hij staat hier al klaar. Een mini appeltaartje. En die eet ik elke dag van de Albert Heijn. Oh my. Genieten. Ga ik je meenemen. Maar ik ga nu eerst even eten. Daarna heb ik een uur wandeltijd. Heel erg veel zin in. Even lekker wandelen. Even wat mensen bellen. Hoe het met ze gaat. Even lekker sociaal zijn. En dan ga ik je meenemen in de rest van de dag. Alrighty. Zo, we dachten we gaan richting de zomer en hoe leuk de ice cream car. En ze houdt zo ontzettend van ice cream. Can you say hello? Hello. Hallo. Hallo. Oh, lekker. Wil jij ook ice cream? Oh, zo. Koekietje, ga je zo meteen ook lekker slaapjes doen? Oh yes, you don't have to say sorry. Dus ergens in huis nooit sorry hoeft gezegd te worden. Is het wel hier? Oh, lekker.
Maar het is dus echt heel grappig. Wat ik hier heel grappig aan vind, is dat je de ice cream en dan pak je hem zo. En dan doe je hem toen. Hallo. Oh, hallo. Do you want to have an ice cream? Oké, which color? Die? Deze. Die? Which color is that? Oké, it's brown. Ja. Oh, heerlijk, chocolade. Hier, alsjeblieft. Joy, your ice cream. Lekker. Oké, bye bye, see you. Enjoy. Acai. Enjoy. Are you gonna sit and you're eating your ice cream? Oh, moet ik nu? Okay, hold it for one second. So funny, is it? Oh, can I have ice cream? Okay. Which ice cream? Can I have one ice cream? This one? And this one? Oh, yes. Oh. Andy, yeah, lekker. Can I have it? Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Can we say cheers? Cheers. Oh, lekker, schatje. Klaar. Oh, is het klaar? Het is echt heel schattig, want er wordt nu klaar. Nederlands gesproken hier en Engels. En af en toe is het Nederlands woord lekker. Zo lekker, schatje. Oké, gaan we lekker verder ijsjes eten? Lunch op. Dat moment dat je al denkt, oh, ik wil een stukje appeltaart. Lekker voor de smaak. Dat. Oortjes gevonden. Ik ga lekker met mezelf naar het bos toe. Even buienradar checken. Walking. Zin in. Oh my. Mijn favoriete appeltaartje. Daar ga ik zo meteen even lekker van genieten. Oké. Okay. What's the story behind? Want degene die mij al lange tijd volgen en ook Instagram. Die weten dat ik in de kern zeg. Hey, geen tussendoortjes. Niet dit soort dingen. Zo clean mogelijk eten. En ja, kan je af en toe nog eens wat dingen inplannen. Zeker. Maar weet je. Ik wil echt onwijs hoog scoren. Dus daarvoor mag ik ook dingen doen, daarvoor mag ik ook dingen laten. Nou, ik ben 12 weken heb ik heel clean gegeten. Mijn vorige prep ter info heb ik totdat we uitvlogen in Amerika, waar ik eerste ben geworden, amateurniveau, heb ik tot 2-3 weken voor de wedstrijd heb ik elke dag appeltaartje ingepland. En de rest was overall healthy. Nu deze prep, had Frank hem eigenlijk ingezet van laat het appeltaartje nou al achterwege. We gaan voor next levels. Are you in, Paul? Yes, okay, let's do it. Weet je wel, voor mij ook gewoon letterlijk next levels. Nou, dat heb ik 12 weken, 3 maanden heb ik dat gedaan. Ging het supergoed. En op een gegeven moment merkte ik aan mezelf, en het is 2 dagen geweest, dat ik zei van, ik heb echt wel weer een beetje drang en hunger naar 1 ding op de dag, wat gewoon zoet is, wat super lekker is, wat een beetje mijn happy moment op de dag is, wat dat betreft. En ik zei van, wat er nu gebeurt, is dat ik boodschappen aan het doen ben. En dan doen we niet heel veel boodschappen. Maar dat ik uiteindelijk wel weer terug naar een kinderbeno eet. Terwijl die dan niet in mijn voedingsschema zit. En ik zo, dit voelt niet goed wie ik wil zijn. Ik wil eerlijk zijn, ik wil met jou aligned zijn. Maar ik merk daarin wel dat ik het echt zwaarder krijg. Ik stel voor, zei ik in mijn feedback, dat ik lekker wel weer mijn taartje gewoon inplan. En als jij zegt van, het doet mijn shape echt slecht, zeg maar. All good, kom dan weer door. En toen zei hij van, helemaal oké. Je hebt al zo'n big win gehad deze 12 weken. We gaan kijken hoe het gaat. En dat was ook op het moment dat ik eigenlijk best wel heel erg hard ging qua shape. En ik heb nu nog gewoon wel een 13 weken te gaan. Het is niet dat ik nu 6 weken voor een show zit. Dus dat is nog best wel een lange ruk, om het zo maar te zeggen. En vooral gewoon eerlijkheid en de openheid, die vind ik zo belangrijk. Want dan kan hij me ook helpen. Maar dan, dat vind ik zo belangrijk. Ik ben ook mens. Things happen. En En dat is het leuke. Nu mijn appeltaartje weer in mijn schema zit. Ja, gewoon 100%. Ik kan nooit 100%. Dus dan, dat is niet eerlijk. Maar
weet je, 90-95% tik ik nu echt wel aan. Qua gewoon op plan, everyday, afvinken. Hey, ik heb hem gewoon weer gerokt. En dat voelt gewoon zo ontzettend lekker. Plus ook dat mijn shape ook gewoon echt wel heel goed gaat. En het is wel grappig, want weet je, mijn gewicht... We vroegen net even van, we doen altijd een rondje, hey, wat is je big win met meetings? Dat is standaard in het bedrijf. En toen zei ik ook van, hey, mijn big win deze week is dat ik pauzeer mijn hele routine nu weet in mijn hoofd. Af en toe maak ik zeker nog foutjes en er moet nog heel veel bijgeschaafd worden, maar de hele routine is af, om het zo maar te zeggen. En een andere big win is dat ik merk nu qua gewicht, hij stijgt iets. Mijn calorieën zijn iets wat omhoog, ik heb meer hoge dagen, laat ik het zo zeggen. En mijn gewicht stijgt wel, best wel hard momenteel ook. Ik zit voor mijn menstruatie, all good. Het is logisch dat je wat meer vachtstras houdt, hè. Je oestrogeen die klapt in één keer in. En dus dat is wel ergens dus aanhalingstekens grappig dat Frank zegt van, hey, weet je, ga niet meer op gewicht zitten. Je shapefoto's, die does matter. En die worden alleen maar beter momenteel, terwijl ik zwaarder word. Dus dat is even een... Weet je, bij mij is ook gewicht een houvast geweest. Is een houvast. Ik weet op een gegeven moment ook dat het er echt niet meer toe doet. Maar deze dacht ik, oh, hij stijgt best wel heel hard. En ik weet ook 100% dat ik mezelf kan aankijken. Hey, dit is mijn voeding, dit is dit. En hey, dit is wat er gebeurt. Dus ja, yay. Like that. Dus hij stijgt wat. En ik verwacht zeker na de menstruatie dinsdag mag hij er aankomen. Het is nu vrijdag. En dat is het ook, dat... Weet je, ik heb... Een beetje kletsen wordt dit allemaal. Ik heb... dat was denk ik 2 jaar terug. Maakte ik me heel erg altijd zorgen. Van, oh weet je, ik moet zonder suiker eten. Dat is zo gezond mogelijk bij het bed. En... Maar wat ik ook merkte, dat ik best wel eens last kan hebben van brain fog. En gewoon dat ik... Dat ik echt leeg kan zijn. Leeg, leeg, leeg. Na trainingen echt crazy leeg. En toen zei Charissa, dat is heel grappig, een van mijn hoofdcoaches, die zei van, hé, maar weet je, het kan ook gewoon zijn met je insuline, en Frank ook, dat je gewoon echt suiker nodig hebt om wat dat betreft gewoon heel goed te functioneren. En dat krijg je ook als je echt wel een tijd lang op heel laag vetpercentage überhaupt gewoon leeft. Dat je insulinegevoeligheid... super gevoelig wordt. Dus eigenlijk een beetje... Dus dat is... Anyway, ik ga heel lekker gewoon op suiker. S'avonds heb ik ook gewoon mijn stroopje. That's what it is. Dus mijn appeltaartje is weer terug. Ik ga genieten van mijn appeltaartje. Hij is zo lekker. Het lekkerste is eigenlijk nog dat... Als je hem even 10 seconden in de magnetron doet. Helemaal lekker. Dus ik ga ervan genieten. Het is nu 2:30. This is what I eat. En ik ga je vandaag weer verder meenemen. Ik ga werken. Wat ga ik doen? Feedback. To-do's uitzetten in het bedrijf. Ik ga... Staat hier make-up. Ik moet een moodboard maken voor mijn make-up voor al mijn shoots. Lamar moet ik checken. Ja, voor harsen. Ik ga het voor het eerst in mijn leven ga ik mijn lichaam harsen. Doodeng vind ik dat. Ik ga nu al dood, denk ik, van de pijn. Maar ik wil kijken op shoot of dat mooier is. Ik denk het wel. Sempromo, dingen. Ik moet allemaal nog dingen uitzetten. Dus ik ga mijn hoofd leeg haken. Ik ga dingen uitzetten. Dat is wat ik ga doen. En ik zie zo meteen. Leuk gezellig. So, next. Het is... 6:30. De boy is weer lekker thuis. Er zijn een aantal dingen op een dag wat ik unlimited eet. Mits ik maar wel elke dag naar de wc kan. Want onder andere zijn het framboosjes. Eet ik. Zo uit verpakking. Want hier zitten natuurlijk vezels in. En ook best wel wat vezels. Vezels kan er ook voor zorgen dat je ontlasting langer... in je darmen blijven. Dus ik heb voor mezelf heel erg van... ga ik niet elke dag meer naar de wc... dan weet ik, dan moet ik even hier ietsjes wat mee minderen. Dat is anders dan met de komkommer. Want de komkommer kan ik eten wat ik wil. Ik vind het gewoon voor mijn mind echt heel fijn... dat er een aantal dingen zijn... dat ik denk, dat mag ik gewoon echt blijven eten. Ik hou er niet van als het in mijn mind zit... nu is mijn eten op. Nee, mijn eten is nooit op. Want komkommers mag ik altijd lekker blijven eten...
Frambozen mag ik altijd lekker blijven eten. En dat wissel ik af. Lekker met aardbeien. Maar nogmaals, wel als ik elke dag naar de wc ga. Dus hier gaat zo meteen letterlijk het plasticje vanaf. En die kauw ik op deze manier. Andere. Oei. Pakketje van Ot en Sien binnen. Mega leuk. Ik hou ervan. Kleertjes natuurlijk voor Joy. Niet anders. Niet wat anders. Ik ga hem met je meenemen. Schatje, ik heb allemaal kleertjes voor je. Zo leuk. Deze zag ik in een winkel. Een komkommer. Een komkommer, yes. Deze zag ik in de winkel, maar toen hadden ze de maat van Joy niet. Maar Joral, ik moet altijd even kijken hoe ik dat uitspreek. Ik vind altijd best wel veel geld voor... Dit is maat 92. Ik weet nou even niet of ik 98 nodig had of 92. Maar ik vind deze echt heel erg leuk. Ik zit even te denken, had ik niet 98 nodig? Maar ik ga even kijken bij de. Misschien lekker voor één zomer. €47 vind ik, blijf ik veel geld vinden voor één kledingstukje. Maar ik vind hem wel echt heel schattig. Love it. Ik ga zo even kijken, want... Joy, kom eens. Kom eens staan. Joy, kom eens. Nieuw. Kom eens, hier. Kom eens. Nou, ik kom eens. Kom eens, kom eens. Elsa. No, no. Ik denk dus dat ik een 98 nodig heb. Welke maat is dit? Dit is wel 99. Of 98. Ik hoop dat ik die allemaal nog kan retourneren. Want ik heb denk ik wel een 98 nodig. Oké. Leuk tuinbroekje. Deze is volgens dan echt wel weer groot. Deze kan ik bijna aan. Helemaal leuk. Nieuw. Vind ik heel leuk. Oké, ik moet lachen. Ze heeft hem eventjes aan. Maar ze vindt hem heel leuk. Maar hij is gewoon echt iets te klein al. Kijk. Oh, wauw, Joytje, je gaat zo hard. Ik moet 98 hebben. Ik ga kijken of ik hem nog kan ruilen, lieverd. Want deze is leuk als hij een beetje oversized is. Oh, wow. Mama gaat even kijken of ze hem in een grotere maat kan krijgen, schatje. Maar hij is echt heel leuk. Ik ga hem weer uitdoen, lieverd. En dan ga je zien dat ze me de hele avond aan wil hebben. Oh. Oké, die maar gelijk net opgezocht. En in 98... besteld. Love it. Hempje, even nieuwe. Ik moet nog heel veel hempjes hebben, maar deze is denk ik... Ik wil even de kwaliteit voelen en checken. Maar deze is fijn, want ze is nu pamperloos. En dus heeft zij veel hempjes nodig. Zo'n andere fase, geen rompertjes meer, maar hempjes. Ik mis mijn baby af en toe. En ik vind het ook zo leuk dat ze ouder wordt. I miss her. Uitpakken is nog steeds het leukste. Broekje. Ook van Retour. Helemaal leuk. Met van die ruffeltjes hieronder. I like. Ik heb heel veel leuke t-shirtjes voor haar. En hemdjes die hier fantastisch bij kunnen. En even. Hele andere order. En deze maat. Die is. Misschien kan ze die aan. Beetje baggy. 104. Maar ik vond hem zo leuk. Ik denk. Oh, die kan ze wel over een tijdje aan. Maar dit is ook echt zo Joy. I love it. Heel zacht. Echt zo nice. 104, schatje. Kan je die al aan? En dit is de laatste. Oh, schatje. Moeten we je helpen? Waarmee gaan we je helpen? Welke wil je? Deze? Deze? Oh, Sheshe. Deze, schatje? Tje, die box die staat hier dus nog steeds. Met allemaal spullen. Omdat Hulk, die eet echt haar speelgoed op. In de nacht. Zo'n ding staat er nog steeds. Schatje, wil je Tje? Waar is de AB? Where is it? Where is de AB? I know. Do you know? Yeah. It's here. Zal mama Tje opzetten? Kom. Oh, ben je een beetje verliefd op Tje? Joy, ben je verliefd op JJ? Ja, ben je verliefd op JJ? Kind helemaal gelukkig. Kind wil de hele dag JJ. Dat krijgt ze niet. Oh,
Oh, maar om de tijd te hebben is het altijd even tv-momentje. Like that. Oké, okay, the next. Ik weet even niet zo goed meer wat ik heb besteld. Oh, deze is ook leuk. Oké, gezellig broekje. Hoe leuk. Maar het is een setje met een hemdje. Zo gezellig. Zo gezellig. Deze is van Coconoco. Coconoco. Lekkere stof. Ik dacht ook op reis. Gewoon lekker chill. En in Nederland. Ik vind het leuk. Oké. Nice. Dit is het voor Joytje. En ik heb een hele grote bestelling gedaan. Die heb ik niet gefilmd. Die is al binnen. Maar ik vind deze ook zo leuk. Kijk nou. Zo leuk is die. I'm so happy. Nou, tot zover. Dit verhaal. Dat is JJ. Joy krijgt Engelse tv. En dat is JJ. En Joy is verliefd op JJ. Maar ik zei al, je moet wel even een knappere baby uitzoeken dan JJ. I'm joking. So, this is it. Ik zie je zo meteen weer gezellig met dineren. Wat een feest. Alrighty, mijn laatste maaltje. Zo lekker. I love it. Mijn havermout maak ik gewoon in de pan. Die eet ik uit de pan. I love it. Wat gaat hier nog overheen? Ik ben dus, jij denkt havermoutje en je avondeten dan. Eet je niet meer? Helemaal vergeten te filmen. Dus ik ga zo meteen hiervoor ga ik heel even nog een... Wij zijn nog even op de avond aan het kleien. Dus hier gaat zo meteen nog... Bye. Wow, Cookie. Heb je ook een stem gekregen van papa en mama? Knip. Maar hier gaat nog blauwe bessen overheen. En een 10 gram stroop. Zo lekker. En dit is mijn laatste maal. Maar gisteren, of zo net, ben ik dus helemaal vergeten te filmen. Wat eet ik? Gehakt. Magerunde gehakt. Helpen. Magerunde gehakt. Zoete aardappelfrietjes van de Musselmeat. Ketchup en groenten eet ik erbij. Dat is heel lekker maaltje, maar ik ga zo meteen, morgen ga ik nog even filmen dat ik ook mijn avondeten eet. En hoe dat eruit ziet. En het fijne vind ik daaraan echt heel erg dat ik gewoon elke dag exact hetzelfde eet. Dus of ik het nou morgen film of vandaag, dat maakt niet uit. Want het geeft mij gewoon echt super veel rust. Ik ga nog even mijn blauwe besjes erin doen, erop doen, mijn stroopje erop doen. En dan gaan wij zo de jacuzzi injumpen. En dan gaan wij heerlijk slaapjes doen op tijd. Oh no, what's happening? Sorry, you don't have to say sorry, girl. What's going on? I don't know. What's going on? I don't know. Oh, wow. even kijken, blauwe bestjes, die weegt sowieso af. 60 gram. Oh yes. Kom bij je, lieverd. Nou, hey, bewijs. 60. I like. Oké, de rest gaat weer terug. Dit gaan we even eten. En ik heb gewoon gewone stroop. Geen zero stroop. Geen, er zit zoveel sucralose in. Daar gaat mijn lichaam gewoon niet fijn op. 10 gram. Gaan we weer even op nul zetten. Dus ik heb gewoon letterlijk deze stroop. Die gaat dus ook altijd echt mee naar het buitenland. Moet ik altijd een beetje opletten, want 10 gram is precies niet heel erg veel. Ik zit nu op 11 gram. But that's okay. Wil je ook nog wat zeggen tegen iedereen? Wil je ook nog wat zeggen, lieverd? Zo ook eens een what I eat in a day voor jou doen. Hey, dankjewel voor het kijken. Super gezellig dat je erbij was. Geef even een duimpje als je de video leuk vindt. Dan ga ik, als ik changes heb gemaakt, ga ik gewoon weer nog een video maken. What I eat in a day natuurlijk. Hey, richting de show, wat er verandert en like that. Geef even een vraag hieronder. Comment, kom door. Gezellig.
En tot heel erg snel, tot de volgende video. Bye bye!